Hey, ik ben Sam en in deze video gaan we kijken naar de Memopad serie van Asus. De 8-inch versie en de 10-inch versie, de Memopad 8 en de Memopad 10. Dit is een korte video die hoort bij een geschreven review op Tablets Magazine. Daar gaan we wat dieper op in op de verschillende elementen van zo'n tablet. Maar dit is natuurlijk even ter illustratie om snel te laten zien wat deze tablets nou bevatten en wat de grootste verschillen zijn tussen de twee. Goed, eventjes eerst gelijk met de deur in huis vallen wat allemaal hetzelfde is op deze twee tablets. Beide tablets hebben een resolutie van 1280x800 pixels, draaien op een eigen quad-core chip van Asus, 1.6 GHz geklokt, hebben 1 GB aan RAM, zijn verkrijgbaar met 16 GB aan opslaggeheugen en hebben standaard aansluitingen als een micro-USB-poort, micro-SD-slot om het geheugen uit te breiden, een plek voor je koptelefoon en beschikken over dezelfde camera's. Een 1.2 megapixel camera aan de voorkant en een 5 megapixel camera aan de achterkant. Beide modellen zijn ook in 3 verschillende kleuren te bestellen, namelijk in het zwart, dat zie je hier op de 8-inch versie, in het roze, dat is hier de 10-inch versie, en in het wit. En een witte versie heb ik hier niet liggen voor de video. Voordat we het over de software en de prestaties gaan hebben, even kijken over hoe die tablets nou zijn ingericht en op wat voor een gebruik. Want daar zit namelijk een verschil tussen. De 8-inch versie die je nu ziet, dat is een tablet die is ingericht op gebruik om in portrait te gebruiken, hè? Dus rechtop. We zien ook aan de zijkant dat de randen wat smaller zijn, net zoals we van een iPad mini en van de Note 8.0 kennen, of de Samsung Tablet 8.0, Tab 8.0, weet ik eigenlijk niet hoe die heet. Maar dus smalle randjes aan de zijkant, wat bredere randen aan de bovenkant. En de webcam zit dus bovenaan aan de korte kant van de tablet. En ook aan de achterkant vind je de plaatsing van de camera dus aan de korte kant als het ware. Knoppen zitten aan de zijkant, aan-uitknop en volume buttons. En aan de bovenkant zie je dus een micro-USB aansluiting, de microfoon zitten en een plek om je koptelefoon in te doen. Aan de linkerkant zit een plekje om een SD-kaart in te doen. En aan de onderkant, aan de achterkant, zit een speakergrill. Dus geen stereo speakers aan de zijkanten op deze 8-inch versie. En in het algemeen kun je dus zeggen dat deze tablet is ingericht om rechtop gebruikt te worden. In portrait modus. Dat is in tegenstelling tot de 10-inch Memopad. Die 10-inch Memopad is namelijk ingericht om in landscape gebruikt te worden. Dus zeg maar over de breedte. En dat merk je dus ook aan de aansluitingen die erop zitten. Dus als we gaan kijken, zit de webcam aan de voorkant zit over de lange kant in plaats van over de korte kant. Dus niet bovenaan, maar wel weer bovenaan op het moment dat je hem dus in portrait of in landscape houdt. Nou, de camera zit ook weer aan de achterkant. En daar net weer boven zit in de afronding zit het microfoontje, aan-uitknop vind je aan de bovenkant en aan de linkerkant zit dan weer die micro-USB aansluiting, de volume buttons. En in dit geval zit zowel de micro-SD aansluiting en de koptelefoon aansluiting aan de rechterkant. Een ander groot verschil is dat de speakers aan deze kant, of in ieder geval aan beide kanten van de tablet zijn geplaatst. Dus het zijn stereo speakers. Qua volume en dat soort elementen, qua geluid, doen de speakers elkaar niet echt veel onder. Maar bij de Memopad 10 heb je dus veel duidelijker een stereo effect is merkbaar. En heeft dus zeg maar de betere speakers eventjes van de twee. Aangezien beide schermen over dezelfde resolutie van 1280x800 beschikken en de 8-inch versie dus kleiner is, hè, minder oppervlakte heeft te vullen, is dat scherm ook de betere van de twee te noemen. Het is allemaal net wat scherper. Dat komt dus omdat er meer pixels per inch zijn op deze tablet. Het precieze verschil durf ik je niet te zeggen, maar nogmaals, 8 inch is dus gewoon kleiner, ongeveer 30% kleiner dan die 10.1 inch oppervlakte. En dus heb je gewoon iets scherpere teksten, maar ook voor kleurweergave zit er toch nog wel iets wat verschil in. Ik zou het op de 10 inch toch als een klein beetje flatser willen omschrijven. Toch zijn beide schermen gewoon heel erg prima. Nogmaals, de 8 inch wat betere, maar de 10 inch versie is redelijk hoor. De kijkhoeken zijn goed en de kleurweergave zijn netjes verzorgd, maar ook dingen als contrast en zo zijn prima. En wat nog veel belangrijker is, het scherm heeft een kwaliteit die ik vaak als rustig omschrijf. Dus het is niet zo dat er veel vervormingen of dat solide kleurvlakken rare elementen weergeven of rare effecten zoals moiré of zo hebben. Dus beide schermen zijn redelijk. Wel is er een enorm nadeel, is namelijk dat die glasplaat, hè, die aan de voorkant zorgt voor de bescherming van het display, redelijk ver vanaf het display ligt, zodat je best wel wat reflecties krijgt.
En hij mist een oleophobic coating. En dat betekent dus dat beide schermen ook super gevoelig zijn voor vetvlekken die je makkelijk kan veroorzaken door je vinger te gebruiken op je tablet. En laat dat nou de hele manier zijn waarop je zo'n tablet gebruikt. Qua software draaien beide tablets op Android 4.2 Jelly Bean. En heeft Asus voor gekozen om een paar aanpassingen in de vorm van een skin door te voeren. In principe betekent dat vooral het notificatiemenu heel erg opvallend is. Hè? Dat is niet meer in twee delen onderverdeeld, maar binnen de Asus-skin is het dus één drop-down met zowel je notificaties als soort quick toggles, bijvoorbeeld om snel wifi aan uit te zetten. Of de leesmodus waardoor verschillende kleuren worden aangepast om de leeservaring te optimaliseren. Nou, ook in instellingen zien we daar weer wat aanpassingen, dus het is allemaal wat andere kleurtjes. En wat opvalt is dat er wat icoontjes zijn herontworpen, zijn wat groter geworden. En voor mijn gevoel worden alle icoontjes net even een tikkie groter weergegeven dan op standaard binnen Android gebeurt. Maar het is niet storend. Ik bedoel, die hele skin die is wel aanwezig, maar zit niet echt in de weg. En dat is op zich positief. Wat mij betreft hadden ze er helemaal niks aan hoeven te veranderen, want Android 4.2 is een prima versie van Android. Maar het is in zoverre goed om te zeggen dat deze skin niet heel erg storend is. Nou, Asus levert ook altijd redelijk wat apps mee. Natuurlijk wat eigen agenda apps, maar ook een ding als Supernote of wat zit er nog meer op? Een Splendid om de kleurweergave zelf wat aan te passen. Een audio wizard, dus installeren Facebook alvast voor je. En zo zijn er allerlei apps die alvast te vinden zijn op zo'n memo-pad. Er is niets echt bij waarvan ik zou zeggen van wauw, echt super bijzonder en de moeite om extra te noemen. Nou, dan blijven de prestaties natuurlijk even over om besproken te worden. En dat valt toch allemaal best een klein beetje tegen. Het is niet horrible of onbruikbaar, maar deze tablets zijn niet snel. En al helemaal niet supersnel. Kijk, voor basistaken zijn deze tablets krachtig genoeg. Browsen, e-mailen, social media en misschien een keer een spelletje als Angry Birds of toch wel iets intensiever zelfs, al wel Tempo Run. Dat is allemaal te doen. Op het moment dat we zwaardere toepassingen willen gaan draaien, dan doe je er denk ik toch verstandig aan om te kijken naar een krachtigere tablet. En ook in de interface, in het standaard gebruik van navigeren binnen de skin als het ware, zie je soms wel eens een kleine vertraging. En dat is toch best wel storend. Nogmaals, niet storend genoeg om echt als dealbreaker genoemd te worden. Maar wel iets om rekening mee te houden op het moment dat je een afweging maakt of je deze tablet wil kopen. Of één van deze tablets wil kopen. Goed, dat is even zo snel mijn kijk op de Asus Memo Pad 8 en de Asus Memo Pad 10. De grootste verschillen zijn dat de 8-inch versie een iets beter scherm heeft en een formaatje die je natuurlijk in je broekzak kan doen. Of in ieder geval voor korte stukjes misschien dan, of in de binnenzak van je jas. En de 10-inch versie is natuurlijk het grotere en beter voor filmpjes. Zeker ook omdat de speakers in stereo effect kunnen weergeven omdat die aan weerszijden geplaatst zijn. Beide tablets zijn niet zo heel erg snel. Beide tablets hebben dezelfde skin en andere elementen komen ook overheen. Dus camera's en geheugen, werkgeheugen, al dat soort zaken zijn gelijk. En voordat ik het vergeet moet ik ook nog even wat zeggen over de bouwkwaliteit natuurlijk. Hoewel er niks vernieuwends is aan het design of de keuzes die Asus heeft gemaakt, zitten ze wel goed in elkaar. En in tegenstelling tot sommige Asus producten zijn er geen rare randjes die bedoeld zijn voor koffers of wat dan ook. Nee, het voelt allemaal helemaal netjes, mooi afgewerkt, zit stevig in elkaar, het buigt niet, het kraakt niet en het voelt gewoon als een best lekker premium product in je hand. En dat is qua gebruikservaring natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Nou, dit was een gesproken en een videoreview, zeg maar, ter ondersteuning van een geschreven review op Tablets Magazine. Heb je een vraag over deze review of over een andere review? Laat een reactie achter hier op youtube.com of natuurlijk gewoon op tabletsmagazine.nl. Dat was hem weer. Tot de volgende keer.